Matthias Schild, 2-0 overwinning. Jij bekroont jouw wedstrijd, prachtige wedstrijd, met een doelpunt. Ja, ik denk dat het mijn eerste goal is voor Sint-Truiden. Ik denk dat ik vandaag de ploeg er ook al mee geholpen heb. Dus ja, ik ben heel tevreden. Eerste goal, wat ging er dan bij jou, door jou heen? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik wist niet hoe ik eigenlijk moest reageren, omdat ik het niet gewoon ben natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk wel heel blij dat ik eindelijk eens heb kunnen scoren. 3 punten zijn binnen, een stap dichter bij het doel, de eindronde. Ja, zeker. Ik denk nu dat we 18 op 21 hebben of zoiets. Ja, dat is natuurlijk heel mooi, maar ik denk we gaan gewoon weer wedstrijd per wedstrijd bekijken. En ja, dan gaan de saluten wel goed af. 2-0 tegen Aals, je speelt een hele sterke wedstrijd. Hoe heb jij die wedstrijd zelf beleefd, jouw prestatie? Ja, het was toch redelijk moeilijk, omdat ze redelijk fel terugtrokken. En ja, eigenlijk met heel een ploeg op de eigen helft speelden. Het was moeilijk om een opening te vinden. Maar ik denk dat we goed geduldig zijn bij voetbal. En goed proberen geduldig af te wachten, die gaten te zoeken. En ja, ik denk dat we daar wel zeker in de tweede helft goed zijn in geslaagd. Moest Groen verliest, hou je daar rekening mee? Rekening, ja. Het is natuurlijk positief als zij verliezen en wij winnen natuurlijk, maar ik denk dat we naar ons eigen moeten kijken nog altijd. En, ja, het is natuurlijk wel positief dat zij punten laten liggen en dat wij 3 punten pakken. Oké, dankjewel.